Hey, ik hoor net dat ik weer naar huis mag. Best wel snel, want ik voel me nog behoorlijk druk. Nina heeft me alles verteld. Dat je geprobeerd hebt om haar te versieren. Nou, nu overdrijf je. Je hebt haar gezond. Ja, dat verraste mij ook. Ik weet niet wat er allemaal omgaat in jouw kopie. Maar Nina is niet geïnteresseerd, tenminste niet op die manier. Dat zei ze ook al, ja. Dus? Dus? Dus wat? Jij denkt even mijn vrouw te kunnen versieren en dat daarna niks is veranderd. Er is ook niks veranderd. Nou, om te beginnen vertrouw ik je niet meer. Voor zover ik dat al deed. Het gaat erom of je Nina vertrouwt. Denk je nou echt dat ze zo makkelijk te beïnvloeden is? Nee. Maar jij blijkbaar wel. Kan je wel in coma hebben gelegen? Maar nog één keer zo'n actie en je krijgt van mij een dreun. Dan zal ik me niet vragen of ik met je mee mag rijden. Bel wel een taxi. Heel goed. En vraag meteen of die taxi je aftroppen bij een hotel. Want bij ons ben je niet meer welkom.